Dolfijnen die gebruiken het eigenlijk inderdaad als drugs. Die kogelvis die gaan ze niet doodbijten. Nee, ze irriteren hem. Ze beschadigen zijn huid niet. Dan geef je dat gif af. En dat is net genoeg. En dan worden ze zo high van als ik weet niet. Dus een dolfijn wordt een high. En ja, de kogelvis die wordt niet doodgebeten. Want op het eind laat ze hem gewoon weer los. En dan mag hij gewoon weer weggaan. En wat helemaal wel grappig is, het zijn alleen maar groepen jonge mannetjes die dit gedrag doen. Als ze eenmaal net de huisvader zijn, dan is het over. Ja. Wauw. Wow. Jamin. Hey. Hey. Jamin. Hey. En dan kijk, hier heb je zo'n mooie... Jamin toe. Je bent bij je. Oh, kijk. Kijk, hier heb je zo'n mooie kogelvis. Ja, deze staat natuurlijk nog op mijn wishlist om te eten. Je kan hem in Japan eten in een restaurant. Ja. Ja. En ongeveer 400 mensen per jaar komen daar. Maar je moet hem zo schoonmaken dat je net langs die lever en die galblaas gaat. Want als je die wel raakt, althans als je chef hem raakt, dan ga je dood. Dan ga je dood. Mensen per jaar dood. Ja, dat kan pakken? En toch wil je hem eten? Ja, dat lijkt me nou de enige trail die ik aan kan. Nou, als, ze het heel goed gedaan hebben, dan behoort er zelfs een heel klein beetje gif op te blijven zitten, zodat het prikkelt op je tong. Ja. En kunnen wij er stoom van worden? Als je de juiste verschil... dood is. Doe hem eens in je mond. Ja, precies. Ik dood, iedereen lachen. Ja. Dat ziet allemaal ooit. Wat een leuk programma zeg, was dit. Mag ik deze meenemen voor klaar te maken voor mijn vrouw? Oh, jij bent slecht. Ik wil een stukje van mijn schoonmoeder.